En mijn voeten zitten echt onder de blaren. Ik had gisteren natuurlijk hak aan. Oh, mijn voeten doen zoveel pijn, zelfs nu nog steeds. We gaan eens even kijken wat kerst voor jullie betekent. Daar kom ik hoor, jongens. Daar kom ik. Ja, oké. Ik heb Olaf tussendoor, maar daarna kom ik hoor. Oh, dit wordt echt een hel. Ik zeg eten. Stelligheid, eten. Thuis en ik had echt een super gezellige dag vandaag. Zoals jullie net hebben kunnen zien, was ik aan het optreden voor de hele school. Ik heb 3 opvoeringen gedaan met hoeveel andere mensen, dat hebben jullie kunnen zien. En ik heb gezongen voor de school. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het wel spannend, ik was heel erg zenuwachtig, maar uiteindelijk ik vond het wel oké klonk. Bij de repetities ging het soms wel wat slechter, dus ik ben al lang blij dat het goed ging. Ook ik kan nu zeggen dat ik vakantie heb, eindelijk. Morgen ga ik weer werken, zondag ga ik turnen misschien en heel veel video's verwerken. Want het loopt allemaal even niet zo heel goed. En ik ga maandag naar de Primark samen met Tessa, als het doorgaat tenminste. Als het kan, want dat weet ik nog niet zeker. En dinsdag krijg ik misschien mijn beugel. En woensdag ga ik niet echt iets doen. Misschien ga ik met Bas wat leuks doen. Donderdag niks doen. Oh, en zaterdag ga ik niet alleen werken. Ik ga ook nog Sinterkerst vieren met mijn familie. Ook heel erg veel zin in. En oh ja, ik ga straks misschien nog even met Sasha naar de Action. Sasha is mijn zus. Naar de Action om nog even cadeautjes te kopen voor morgen. En ze wilde even pennen hebben. En ja, dat was een beetje mijn planning. Ik zal even mijn to-do-lijstje bijvullen. En ik was het de hele week mijn oortjes vergeten, mijn vader. Ik heb de hele week geen oortjes gehad. Nu heb ik ze weer. Mijn leven is weer goed. Wat ben ik aan het doen, echt? Nou, jongens, we zitten in de auto. Moet ik even knotten doen? Oh, nu ben ik wel ondertussen ben ik water geworden. En we zitten in de auto. Onderweg naar Houten. We moeten even naar de Action. Nog Action. Even spullen te kopen voor morgen. Want morgen vieren we Sinterklaas met de familie. En zeg maar nog een paar cadeautjes moeten gekocht worden. Maar alles. Allemaal. Zeg maar. Altijd leuk altijd. Ja, maar. Daar, ja. Goed verhaal. Ja, goed verhaal nog. Ja. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Wat zien we hier? We zien, jawel, de Action. Yes. Willen we een karretje? Gaan we zo verkopen dat we een karretje nodig hebben? Gaan we zo verkopen dat we een karretje nodig hebben? Karretje vallen, zeg maar. Met het Sinterklaas nog wel 100 dingen komen. We zijn in een parkeergarage. Nou ja, niet meer eigenlijk. We lopen naar boven. Nou, ik keer het goed hoor. Zo, gaan we gelijk even naar de bioscoop. We zitten hier in de bioscoop. Oh, wat al Mars extra chocolate. Dat ziet er goed uit, jongens. Oh. Nou, voor Joeri gaan we de Lidl leeg kopen. Nee. Ja. Ik bedoel Joeri, ik heb Joeri niet. Huh? Oké. We gaan kruidjes kopen. Yes.
moet van aangekeken worden. Wat moet je doen? Dan gaan we op een paard zitten. Nee, wat moet je doen? Kom, je moet naar die teugels gespannen. Je moet op een stelling rijden, hè? Weet ik niet. Je moet goed meebewegen met het paard, Anouk. Je doet het helemaal verkeerd. Je hebt de teugels ook niet goed vast. Het gaat helemaal verkeerd. Ik kan niet zo goed kloppen, sorry. Wacht. Zo, kijk eens. Een echte Amazone. Nou, ze beweegt niet. Ze beweegt niet zo heel goed mee met het paard. Ze heeft het paard duidelijk ook niet helemaal onder controle, maar dat is oké. Oké. Wil je nog iets zeggen? Jeugd, herinneringen. Zo. Anouk die kan tegenwoordig heel goed Nederlands, zoals jullie zien. Oké. We hebben even een loempiaatje gehaald. Nou ja, althans, Sasha heeft een loempia gehaald. Voor mij ook betaald, bedoel je? Betaald, ja. En we gaan nu nog even naar het rond om een muts te kopen. Een muts voor Sas. En we hebben net een sjaal gekocht. En ik heb net Toblerone gekocht. Lekker allemaal. En we hebben voor het dobbelspel voor zaterdag 1000 dingen gekocht ongeveer. En loodjes, heel veel dingen. Nou nee, we hebben geen loodjes gekocht. We hebben voor onze loodjes cadeautjes gekocht. We zijn even allemaal aan het kijken wat we hebben gekocht. Doe wat voor de. Doe wat okay. Voor nu wel gewoon uit. Ja, is goed. Je klein kind. Zoveel hal ik van je. Maar niet van jou. Oh. Zo. Okay. En dat was nog iets nuttigs in je leven dat je wilt delen? Nee hoor, ik heb geen leven. Dus ik kan er ook niks over delen. Nou, oké. Nou, doe je dan. Inpakken. We hebben hier al een hele zak vol met cadeautjes. En hoe gaat het? Goed, we zijn nu de versiering aan het maken, want we willen wel mooie cadeautjes. Zeker. Kijk, we hebben al een hartje gevouwen. En ik heb ook al een ander ding gemaakt. Een waaiertje. En daar ga ik er nu nog een van maken. En we ook gewoon zo neer kunnen zetten. Het is allemaal mogelijk om het. So that everyone comes around, gets well.
jongens, ik wil jullie graag ergens op trakteren. Zo, dat waren Anouk's prachtige zangkunsten. Maar dan ik weet jullie uitknippen. Dan weten jullie ook wat voor zwaar leven ik heb als Anouk elke dag wilt zingen. Maar kijk, er was op school, want bij de kerstviering werd er zo'n ding afgespeeld. En dan vroeg mevrouw niet trouw aan mij, aan heel veel mensen, van wat betekent kerstviering? Zou ik eten? Maar zo, eten. Ik geloof dat ik het heb gefilmd. Toen ik op de kerstmarkt stond, kwamen er ook twee meisjes. Die moesten voor God iets vragen stellen. Toen vroeg ze aan ons, wat doen jullie met kerst? En toen zei ik, ja, eigenlijk komt het erop neer dat we alleen maar eten. Vier laak van zei dat eigenlijk. Ik ga zo slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!